Het lek bij Arsenal is nog niet boven. Zondag leden de Londenaren alweer de vijfde nederlaag van het Premier League seizoen. Wolverhampton Wanderers was te sterk. De bezoekers zagen Raúl Jiménez al vroeg in de wedstrijd uitvallen na een akelige botsing. Arsenal had in de Premier League niet alleen al meer dan 7 uur niet uit open spel gescoord. Het had ook de laatste 2 thuisduels verloren. Zowel Leicester City 0-1 als Aston Villa 0-3 was te sterk voor de ploeg van manager Mikel Arteta, die mede door die slechte prestaties slechts 1 van zijn laatste 5 competitieduels had gewonnen, 0-1 bij Manchester United. Ook zondag had Arsenal het weer lastig tegen Wolves, dat na een kwartier verder moest zonder Jiménez. De Mexicaanse spits kwam tijdens een kopduel hard in botsing met David Luiz en werd na een minutenlange onderbreking per brancard van het veld gedragen en vervolgens voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De Braziliaan kon aanvankelijk wel verder, de zorgelijke aftocht van Jiménez zorgde ervoor dat de schrikker even goed in zat bij Wolves, maar dat pakte de draad daarna al snel weer op en kwam na 27 minuten ook op voorsprong in de jacht op de eerste uitzege op Arsenal sinds 1979. Daniel Podens kopte na een goede actie van Adama Traoré van dichtbij nog tegen de lat, maar in de rebound was het wel raak voor Pedro Neto. Het was alweer de 7e keer op rij dat Arsenal in de Premier League een tegengoal moest slikken in eigen huis, maar de Londenaren herstelden zich snel van die tegenvaller. Na een kort genomen corner slingerde Willian de bal voor het doel, waar zijn landgenoot Gabriel Magalhaes raak kopte. Het was de eerste competitiegoal uit open spel in 506 minuten. De vreugde daarover maakte snel plaats voor nieuwe teleurstelling toen Wolves via Podens in de 42e minuut andermaal de leiding nam. De Arsenal-defensie maakte daarbij geen beste indruk. Neto kreeg alle ruimte om uit te halen. Leno bracht met zijn voeten nog ternauwernood redding, maar op de rebound had de Duitse goalie geen antwoord. Met Rob Holding na rust in de ploeg voor de aan zijn hoofd geblesseerde David Luiz had Arsenal nog alle tijd om iets terug te doen, maar een comeback bleef uit. Er waren nog wel mogelijkheden voor Pierre-Emerick Aubameyang, maar ook de Gabonese spits kan zich met 1 goal in de laatste 8 duels niet aan de misère van.